Laat me de gast die hier zit ook vragen om een reactie. Hij is er om te praten over een concept. Ik weet niet of het een concept is om Suriname te redden of zijn partij. Of als het de nieuwe weg is. Daar gaan we straks over praten. Maar Imran Tous is hier om over dat concept te praten. Maar ik wil wel een reactie vragen, want hij zat te luisteren naar die moeder toch in de wachtkamer. Ja. Nou, ik wil eerst de luisteraars en kijkers, jouw achterban, die wil ik groeten. En ik wil je bedanken dat ik weer de ruimte heb om bij jullie te zijn. Over het geval van een vrouw met haar dochter. Eigenlijk, ja, het is weer een dochter van Suriname die we kwijt zijn op een manier waarbij je, hoe moet je dat zeggen, je kan het niet goed afsluiten. Toch? Er gebeuren allerlei dingen op de wereld, maar wat er ook gebeurt, je wil het goed kunnen afsluiten. En dan merk je dat eigenlijk het menselijke een beetje weg is, of niet een beetje, behoorlijk verdwenen is uit het beleid. Waarbij je vervelende situaties krijgt van onduidelijkheid. Niet alleen bij het beleid, maar ook bij de dienstverlening. Maar wat mij het meest stoorde eigenlijk, los van wat er gebeurde. Want wat gebeurd is, is gebeurd. Maar we moeten dan dat gezin gaan helpen op een juiste manier. En als ik dan de minister hoor bekvechten met de journalist in de media, dan denk ik van boy. Ja, je kan niet helpen, waarschijnlijk. Die situatie heeft nog niet genoeg of dringt niet voldoende tot je door. Dat in dit soort gevallen je eigenlijk een beetje de andere kant van die rol van beleidsmaker moet laten zien. Die kant die we niet elke dag hoeven te zien. Maar op zulke lastige momenten waarbij je geen duidelijkheid kan geven over hoe dat zit. Hoe dat met toezicht zit, hoe dat met de orde zit in de zorg. Dan is überhaupt vechten met de journalist kan niet als politicus, maar helemaal als minister in zo'n situatie. Dus het is jammer dat dat gezin na dit voorval geen juiste troost, juiste aandacht krijgt vanuit de regering. Ik heb zelf ook bij mij op het ministerie navraag gedaan van hey, hoe zit het met deze gevallen die we de afgelopen tijd hebben gehad. Denk ook bijvoorbeeld aan dat kindertehuis dat afgebrand is. Er is wel op het ministerie acute hulp. Het is vaak niet, weet je, direct, maar money no deal, een probleem lay. Maar deze gevallen mogen niet aan de aandacht van het ministerie ontgaan. En gelukkig heb ik gehoord dat er wel wat mensen actief zijn om op deze cases te zitten. Kijk, wanneer dit soort dingen gebeuren, het is niet dat die mensen alleen geld nodig hebben. Toch? Want er is ten eerste geen geld, maar ze hebben vaak ook nog een heleboel andere dingen nodig. Vaak blijkt dat ze een heleboel voorzieningen die het ministerie heeft, dat ze die nog niet eens hebben. En dan moet dat proces moet dan versneld in gang gezet worden, zodat die mensen in aanraking, aanmerking komen voor de juiste voorzieningen. Hoe het ook zij, van deze kant uit wens ik het gezin, in het bijzonder die moeder en de andere nabestaanden heel veel sterkte toe. En ik hoop dat onze beleidsmakers tot één keer komen. Dankjewel. We gaan zo meteen naar de advertenties. Oh, geweldig. Ook Bishop Meijer die vraagt om het nummer van de mensen. Iemand die zegt, maar Cliff, de minister zei gisteren dat de arts een gesprek had met de mevrouw. Dus dat bleek dan niet te kloppen. Ja, blijkbaar is het, dat is het. Kijk, ik denk niet dat er niks is gebeurd. Toch helemaal niks. Er zullen wel mensen in de tweede en derde lijn contact hebben gemaakt of iets gedaan hebben. Maar het is blijkbaar niet naar tevredenheid. Het bevredigt dat gevoel van verdriet onvoldoende bij dat gezin. En het is blijkbaar zo erg dat ze zelfs de media moeten opzoeken en dat hadden we moeten voorkomen. Imran Tous is een jonge man en hij zit hier. Ik kan u vertellen, hij was jarig. Ik ga een feest, ik kwam een feest na jaren, jongen. Huh? Ik drink wel wien erop. Jullie waren geweldig die dag, man. Hè.
Hoe was je feest, overigens? Ja, ik weet niet. Ik heb genoten. Hey man, sweet ik, way, heb, man. Ik heb je niet meer ontmoet op de dansvloer, dus ik hoop dat je ook genoten hebt. Nou, ik was 70-jarige, dus ik moest eerder eruit. Maar alsnog in de uitzending gefeliciteerd. 40 jaar. Dankjewel. Nu gaat het leven voor jou beginnen. Dat zegt men, ja. En ik hoop het. Bij mij zijn de grote veranderingen gekomen op mijn 21ste, 31ste. Dus misschien dus 41ste komt het op, voor, ja, volgend jaar. Dan word je gekozen, je wordt DNA-lid volgend jaar, 41. Je weet maar nooit. Hm? Ik hoop het. Ibrahim, jullie zitten in een transformatieproces. Wat is het precies? Nou man. Ik wil een concept om de partij, of wat moeten jullie... Ja. Ik kreeg het nummer hier van die dame gehad. Voor de minister sturen voor meneer Meijer, voor Pastor Bisschop Meijer, voor meneer Wip. Ai. Ja. Wat is het precies? Kijk, wat het is, is onze voorbereiding naar de aanstaande verkiezingen. De verkiezingen zijn weliswaar pas over een jaar. Maar wij vinden dat als je voorstellen hebt voor veranderingen in de politiek, in de samenleving, als je het leven in Suriname voor iedereen, toch, ongeacht waar ze zijn, als je het leefbaar wil maken voor ze, dan moet je die mensen wel duidelijk maken wat je precies wil doen. En dan kan je, kijk, in Suriname beginnen we heel vroeg met de verkiezingen, hè? Of niet eens met de verkiezingen, met de campagnes. Toch? Sommige partijen, het lijkt alsof ze nooit meer in de rust komen als het gaat om de campagne. Dus naarmate de verkiezingen naderen, zal het steeds drukker worden en gezelliger misschien ook, hopelijk. Maar het zal ook onduidelijker worden waar partijen precies voor staan. En wij wilden voorkomen dat wij in die jugu-jugu, in die gezelligheid van de verkiezingen, dat onze richting die wij voorstellen voor verandering in de politiek, dat die richting niet voldoende duidelijk zou overkomen. Dat is één. Een tweede is dat wij iets nieuws willen doen. En dat nieuwe is dat wij een verkiezingsprogramma willen maken waar de samenleving op heeft kunnen reageren. Dus het verkiezingsprogramma is dat eindproduct. En dat verkiezingsprogramma moet dus samengesteld zijn met de inbreng van de samenleving. Vandaar dat wij nu geen verkiezingsprogramma hebben gepresenteerd, maar een PALU-concept. En wat is dat concept? Dat concept geeft de grote lijnen aan van de richting die wij op willen en de radicale veranderingen die wij op verschillende gebieden willen doorvoeren. Dat concept is dus geen plan waarin tot in details is uitgewerkt hoe die zaken precies gedaan zullen moeten worden, welke verschuivingen we gaan maken in het budget van de staat. Er staat bijvoorbeeld ook niet in het concept hoe we de sociaal-maatschappelijke vraagstukken gaan aanpakken. En dat is omdat eigenlijk de zandat omdoenangen aan bevolking. Tegen tak sociaal tori, dan kan je dat niet verzinnen vanuit jouw partijcentrum. Toch? En dat zie je wat we de afgelopen periodes hebben gehad. Iedereen heeft de mond vol over hoe zij het sociaal beleid op een geweldige manier gaan aanpakken. En dan start je je uitzendingen met dit soort blunders, ja. Toch? Die we vandaag al hebben gezien en eigenlijk de hele tijd zien. Dat geeft aan dat de sociaal-maatschappelijke vraagstukken die we hebben, dat die politieke ideeën waarmee politici komen, blijkbaar werken ze niet. Toch? En wij pretenderen ook niet de wijsheid in pacht te hebben en zeggen van luister, als het gaat om de mens, dan moet je de mens inspraak geven, dan moet je de mens je laten uitleggen hoe de problemen van de mens, van de Suriname, aangepakt, het beste aangepakt kunnen worden. Welke middelen, welke kracht kan je halen uit de directe omgeving van de Suriname, zodat de Suriname versterkt kan worden? Dus dat soort vraagstukken, die staan niet in het concept, omdat we dat met de samenleving willen bespreken. Toch, dat concept dat we nu hebben... Maar heb je het gevoel dat de samenleving, dat de mensen hun denken daarop loslaten? Misschien hebben we dat tot nu toe onvoldoende gedaan in politieke
kringen, zeg maar. Omdat je kan zeggen van ja, de verkiezingsprogramma's die we hebben gehad tot nu toe. Niet de Palu, maar gewoon in de Surinaamse politiek. Lezen mensen verkiezingsprogramma's? Er zijn mensen die programma's lezen, ja. Hele kleine groep dus. En dat programma is niet dat mensen het moeten lezen omdat het een heilige schrift is en het gelezen moet zijn. Nee, een verkiezingsprogramma is de belofte van de partij. Is die zwering die de partij maakt met het volk. Van wanneer ik de ruimte krijg om regeerverantwoordelijkheid te hebben, zal ik me inzetten voor deze punten. En op deze manier. En dat is een van die problemen die wij hebben met verkiezingsprogramma's. Dat je ziet dat politieke partijen, sinds 87, elke keer zijn er een heleboel verkiezingsprogramma's. Prachtige dingen die mensen samenstellen, geweldige magazines. Maar wanneer het moment daar is dat er onderhandeld wordt over de coalitie, dan komt het helemaal, het is niet eens in de buurt, dat wordt niet eens meegenomen naar die onderhandeling. En dan hoor je ook van, wacht even, dat regeerakkoord dat er uiteindelijk gemaakt is, de deal van de regering, de deal van de coalitie, dat matcht ook niet met wat er in al die programma's stond. En nog erger, wanneer die regering uiteindelijk beleid gaat maken, dan word je verrast met nieuwe projecten. Maar hebben jullie die fout ook niet gemaakt? Zijn jullie die samenwerking? Jullie hebben samengewerkt 2010, toch? Ja. Die regering was Palu en LDP. Nee. Nog een partij, toch? Die combinatie, de megacombinatie, was NDP. Die bestond uit de NDP, de Palu, Nieuw Suriname en KTPI. En die combinatie is weer gaan samenwerken met de Volksalliantie en met een combinatie. Dus het waren drie combinaties waren het bij elkaar. Dus dat was dat aan dit programma. Nou, we hebben als die partijen zijn, tenminste bij de mega combinatie, zijn die partijen niet met drie programma's gekomen. Er is als combinatie gewerkt aan één programma. Oké, dat is nice. En dat was er wel, ja. Heeft die regering vervolgens rekening gehouden met dat ding? Vanuit de Palu zeggen we zelf, van volgens mij niet. Helaas. Maar ja, dat zijn, als je maar één zetel of twee zetels hebt, dan heb je niet zoveel in te brengen. En dan probeer je er het beste van te maken bij de verantwoordelijkheid die jij hebt. Ja. Oké, dus maar eigenlijk gaat het erom hoe we het volk interesseren. Je drinkt water van ons. Dat is geweldig, man. Jij en Belly. En jullie hebben allemaal je eigen water elke keer. Overigens, meneer Belfort, goedemiddag. Long time. Maar Imran, dus we moeten, als ik je goed beluisterd heb, de gemeenschap triggeren en interesseren, toch? Wij willen komt het erop neer, meer betrokkenheid van het electoraat. Juist. En dat is op een heleboel gebieden. Kijk, als het bijvoorbeeld gaat om de zorg. Als je een gedupeerde patiënt bent, er is niet een directe organisatie in het ziekenhuis of een loketje waar je naartoe gaat van, hey, patiëntenbelang. Zoals in dit geval. Bijvoorbeeld, toch? En ook in het onderwijs, toch? Er zijn op de lagere scholen, zijn er niet overal oudercommissies. En wij zeggen bij de Palu van, er zijn een paar zaken waar we sowieso naar moeten kijken, ongeacht wat we gaan doen. En dat is het bij elkaar brengen van die samenleving, organisatorisch ook, dus los van het etnische en het culturele, ook organisatorisch bij elkaar brengen, zodat die samenleving vanuit die organisaties die er dan opgezet worden, oudercommissies, patiëntenraden, noem maar op, dat het volk inspraak krijgt in het beleid. Toch net als hoe je vakbonden hebt, maar die horen bij bedrijven en de overheid. Maar jij als burger gewoon, je kan niet altijd aankloppen bij het parlement. Je moet dichter bij huis, moet je mensen hebben die jouw situatie begrijpen en verstand hebben van de issue waar je mee deelt, zodat er een gepaste reactie kan komen of een oplossing. Oké, je zei van, kan ik dat woordje hearings gebruiken? Wat is het ding van de president? Nationale dialoog. Ah, nationale dialoog. Is dat zo? Die gaan groeperingen uitnodigen? Wij gaan zelf ook groepen uitnodigen, maatschappelijke organisaties en andere deskundigen, om met ze in dialoog te gaan, om dat stuk ter discussie te stellen. Maar wij stellen het stuk ook ter discussie aan de samenleving, zodat de samenleving zelf ook vanuit hun telefoon of computer of zo
of per brief, maakt niet uit. Ja, ja. Iedereen die vindt dat hij of zij iets wil inbrengen in dat concept, die heeft daar de ruimte voor. Ja, maar vertel wat meer over het concept. Dat concept... Wat triggert jou voornamelijk in het concept, persoonlijk? Duidelijkheid. De duidelijkheid die dat concept brengt over de richting waar wij op willen gaan. Kijk, dat is volgens mij ook een van de grootste problemen die we hebben in de politieke ontwikkeling. Dat er geen duidelijkheid is over waar wij naartoe moeten met het beleid. Toch dat we hopen dat er een partij komt of een politicus komt die dan de messias is en dat land redt. Maar zo werkt de democratie niet. Je moet het kunnen controleren. Je moet die belofte die die partij maakt in dat verkiezingsprogramma, daar moet je die partij voor ter verantwoording kunnen roepen. En nu zijn parlementariërs zelfs niet meer op de hoogte van wat er in die documenten staat. Dus om te voorkomen dat het bestuur, dat is eigenlijk de eerste, wij stellen radicale vernieuwingen voor. En radicale vernieuwingen, dat gaat niet om kapot maken en extreem rare dingen doen. Het gaat om visionair bezig zijn. Het gaat om toekomstgericht zijn, bezig zijn. Het gaat om vernieuwend bezig zijn. En daarmee zeg ik dat we dus niet het bestaande alleen moeten proberen te behouden en iets hier en daar te verbeteren. Nee, we moeten een paar drastisch andere dingen gaan doen. En dat stellen we voor op drie vlakken. Het eerste vlak is het politiek bestuurlijke, waarbij we zeggen de Surinaamse politiek, het Surinaamse ontwikkelingsbeleid, het Surinaamse regeerbeleid, dat moet voortaan aangestuurd worden door een lange termijn ontwikkelingsplan. En dat lange termijn ontwikkelingsplan, dat moet bij wet vastgelegd worden. Dus als wij bij de volgende regering zo'n plan maken, en daar hebben we misschien inderdaad een breed maatschappelijke dialoog voor nodig met de politiek, met het maatschappelijk middenveld, met de Surinamer, zodat we weten wat de dromen zijn van de Surinamer. En dan maakt de politiek dat plan en legt het vast bij wet. Zodat als er een volgende regering komt, dat die regering niet plotseling van dat plan afstapt. En dat we continuïteit van beleid krijgen. Hierdoor kan de Surinamer ook meer zicht hebben over waar we naartoe gaan. Dat mensen niet het land uit hoeven te vluchten omdat ze geen toekomst zien voor hun kinderen. Ja. Dus, weet je hoeveel mensen de koffers pakken? Elke dag. Elke dag nog. Dus dat regeerbeleid waarbij, eigenlijk is het verrassingsbeleid wat we krijgen. En het is noodbeleid, toch? Want als er een probleem mee komt, dan pas komt er geld vrij. Daarmee kunnen we geen land ontwikkelen. Daarmee kunnen we geen toekomst bouwen. Een belangrijk aspect daarbij in die planning van het land is dat wij nu al kijken, want we hebben het over een lange termijn plan. Dus daar zitten plannen in die we gaan uitvoeren in de komende 20 tot 35 jaar. Dat zijn zaken die we samen moeten bepalen. Maar het is iets wat de PALU principieel stelt. In zo'n plan doen we grote voorstellen, grote projecten die eigenlijk gamechangers worden in onze ontwikkeling. Wanneer we zo'n plan hebben gemaakt en de politiek zich daaraan houdt, dan kunnen we natuurlijk niet vergeten wat er nu gebeurt. Toch? Want mensen zullen wel zeggen van ja, je wil voor de toekomst plannen, maar dat zou je doen, Tamara. Toch, hoe ga je al die problemen aanpakken die nu spelen? Daarvan zeggen we van, laten we inderdaad kijken naar de begroting die we nu hebben. De manier waarop er begroot wordt, de verdeling van dat geld dat we hebben, daar gaat het al helemaal mis. Denk maar aan de miljoenen, de vele miljoenen die geallockeerd zijn bij het kabinet van de president en de vicepresident. Terwijl er ministeries zijn die niet in de basisvoorzieningen van de organisatie kunnen voorzien. Dus dat soort zaken, met geld dat we nu al hebben, daar moeten we een herverdeling in gaan maken. En hoe we die herverdeling gaan maken, is iets wat we met die samenleving moeten bespreken. Iets wat we met het maatschappelijk middenveld en de belangenorganisaties moeten bespreken. De tweede radicale... Moet een kabinet van een president wel een budget hebben of niet? Het kabinet van de president moet een budget hebben, ja. Maar de vraag is wel waarvoor. Als we zien dat het kabinet van de president plotseling... Sociale projecten. Precies. Volgens mij is dat niet de bedoeling, toch? Je hebt werkarmen die dat speciaal moeten doen. En
als sociale projecten plotseling onder het kabinet valt, dan wat moeten die diensten doen die het eigenlijk zouden moeten doen? Ja. En die diensten hebben personeel, ze hebben ook een begroting. Dus we besteden dubbel geld uit aan met name die sociale projecten, iemand, sport en spel. Ja, maar ik had een keer een gesprek, als iemand met een sociaal whatever, moet toch bij een president kunnen. Je bent mijn president en ik mi oso bron bij wijze van spreken. En zou ik vanuit het kabinet helpen? Nee, ik zie dat helemaal anders. Mm-hmm. De president is de leider van de regering, is de leider van het beleid. Toch? De president is niet onze knuffelbeer. De president moet ons niet komen entertainen. Hij moet geen leuke dingen komen doen. Hij moet onze toekomst organiseren en garanderen. En als er diensten zijn, die hele overheid is uitgewerkt en allerlei structuren zijn er inmiddels ook uitgehold. Maar die organisaties, die structuren, die zijn er nog. En er wordt nog steeds geld vrijgemaakt voor die dingen. Dus waarom heb je dat systeem om daarna zelf leuke dingen te gaan doen? En misschien moeten we onze presidenten helpen om van dat idee af te komen dat ze entertainers zijn. Want dat entertainment heeft onze toekomst eigenlijk vernietigd. Toch als je als mens je land moet verlaten. Alleen omdat de omstandigheden die je niet in de hand hebt, je het leven onmogelijk maken. Dan hebben we te maken over een ernstige situatie. Is dat zo min ik begrijp? Jullie hebben zulke mooie ideeën, jongen. Wat je hier zegt klopt toch als een zwerende vinger. Plannen voor de toekomst, you know. Ja. Geen uitholling. Eigenlijk zou men gewoon de palu op basis van 15 zetels moeten kunnen geven. Persoonlijk vind ik dat ook, ja. Waarom gebeurt het niet? Waarom het niet gebeurt? Wil men geen ontwikkeling, geen verandering, geen nee, visie? Men kiest niet voor visie in Suriname? Eigenlijk vind ik het sowieso een beetje onbelangrijke vraag. Van waarom gebeurt het niet? Omdat het volk dat niet wil. En waarom wil het volk het niet? En dan is mijn persoonlijke mening. Trekt het volk niet voldoende? Nou, ik denk dat. Dat is mijn persoonlijke mening hoor. We zijn als samenleving. Gaan we eigenlijk sinds de onafhankelijkheid. Donderen we van de een naar de andere financieel-economische crisis. Dus we worden alleen maar armer en armer. En af en toe is er een lichtpuntje, kunnen we wat meer op tafel zetten. Maar vervolgens wordt het weer van je afgepakt. Wanneer je dat een samenleving zo structureel in die pina houdt, dan krijgt die samenleving andere behoeftes. Toch? Want je wil je basisbehoeftes, je wil. En als er partijen zijn met bijzonder veel geld, onverklaarbaar veel geld, dan gaat dat geld die mensen helpen om in die basisbehoeften te voorzien. Waardoor de aandacht voor ontwikkeling en richting en weet je, de inhoud van de zaak, die wordt eigenlijk, ja, bij je wil zeggen, omgekocht of kapot gemaakt met geld. En ik denk dat dat het kapitaal heeft een vernietigend effect gehad op de manier waarop er politiek gevoerd wordt in Suriname. Het geluk wil wel dat de samenleving weerbaar is en dat je merkt dat grote groepen inmiddels wakker zijn geworden van, hey, wacht even, die is nog kan go door of zo. Ik moet wel gaan kijken van, wat is een andere keus, toch? Hoe maken we nu en hoe gaan we een andere kant op? Ik ben wel optimistisch. Het feit dat er elke dag mensen vertrekken. Je ziet, je kijkt naar FBIG. Oh, je bent ook al weg, want je staat met een jas ergens. Op een plein daar in het buitenland. Het feit dat mensen wel wegtrekken geeft aan dat er weinig belief is. Hè? Ja. Want misschien denk ik te simpel is van, ja, maar als deze regering het slecht doet, zijn er toch verkiezingen volgend jaar. Waarom gaat men weg? Ja. You have the opportunity, the next election, over een jaar. Maar blijkbaar denken bepaalde mensen niet zo. Die denken van, dit wordt erger. Ja, maar je kan het niet loszien van elkaar, toch? Wie zou een betere redding zijn als je kijkt naar de grote partijen van 2020 dan Chan? Dus ik begrijp wel dat die mensen eigenlijk de mij las hoop, toch? Want eigenlijk heb je die switch gehad van Front en de NDP.
En toen we weer de switch hebben gemaakt naar het front, toch? Misschien in een andere vorm, maar komt op hetzelfde neer. Dan zie je dat, hey, wacht even, die hoop die we vroeger hadden, dat geloof van de man is het stabiliteit. Toch? Dat verhaaltje dat we zo vaak hebben gehoord over dat we stabiliteit hebben gehad in de frontperiode. En dat daardoor er ontwikkeling is gekomen. Nu ziet de hele samenleving dat dat niet iets is wat je zomaar weer kan herhalen. En misschien was, of niet misschien, de omstandigheden waren totaal anders. Toch, het is een totaal andere samenleving, mensen met een totaal andere behoefte. En ook de regering, dat zijn niet diezelfde mensen van toen. En kijk, wij moeten als samenleving ook gaan begrijpen dat een kunstje die iemand toen heeft gedaan, het is niet oud, ja, het is geen vanzelfsprekendheid dat Amango Duwasem kunstje etewalisi. Toch? En daarom denk ik dat het goed is dat wij politieke partijen, en vooral politieke partijen die al eerder regeerverantwoordelijkheid hebben gehad, dat we ze goed onder de loep moeten nemen, inclusief de PALU. Ik vertelde net over dat eerste gebied waar wij radicale voorstellingen. En kijk, dat lange termijn ontwikkelingsplan, het is inderdaad niet iets nieuws, toch? En we hebben in ons land al het ontwikkelingsplan dat voor 5 jaren loopt. Toch, elke regering die aankomt, die maakt zo'n nieuw ontwikkelingsplan voor de 5 jaren daarna. Maar ook daar zie je weer dat de regering zich niet aan dat plan houdt. Dat er toppers worden gezet op het planbureau. En vervolgens bijna zijn die toppers werkloos geworden, omdat er geen enkele reden is voor het planbureau om zich uit te sloven om dat plan dat de regering dus in die eerste fase heeft gemaakt, dat meerjarenplan, om dat plan uitgevoerd te krijgen in het beleid. Dus ja, het heeft geen zin om over die dingen te klagen, maar we moeten het wel goed begrijpen dat zonder planning kunnen we niet naar de toekomst. Het is geen gezin waar we mee dealen. Het is een samenleving, het is een land, het is een samenleving van 600.000 mensen. Dus we moeten wel die totale samenleving meenemen in de ontwikkeling. Dus dit ontwikkelingsplan die de PALU voorstelt, van luister jongens, kom ik wel een plan voor de komende 20, 35 jaar. En nog gewoon een tori, het is een harde eis die de PALU op tafel gaat stellen als de samenleving ervoor kiest dat wij aan de coalitieonderhandelingen mogen meedoen. Dus het is niet een bijkomstigheid. En daarom hebben we niet een heleboel dingen, een hele waaier van radicale ideeën. We zijn concreet, we hebben drie heldere zaken waarvan we zeggen het lange termijn ontwikkelingsplan, als we dat niet doen, dan heeft regeren bijna geen zin. Want je gaat er een grotere puinhoop van maken en je hebt onvoldoende nagedacht over waar je met het land en het volk naartoe moet. Goed. De tweede gebied waar wij een radicale verandering voorstellen, dat heeft te maken met ons verdienmodel. We hebben de zorg. Het probleem in de zorg zit deels in de manier waarop we ons organiseren, de manier waarop de zorg georganiseerd is. Maar het grotere deel zit in het gebrek aan geld. Er is niet genoeg geld om de zorg die wij willen hebben, of die wij nodig hebben, om dat te financieren. Toch, laatst heeft het academisch ziekenhuis $700.000 gehad, omdat de buffervoorraad van het ziekenhuis op was. Dus het ziekenhuis had niks meer. De buffervoorraad. Dus dan zie je van planning not there, visie not there, en we zijn maar bezig zaken, noodoplossingen te verzinnen. Maar je moet een manier gaan ontwikkelen, zodat je niet in die situatie komt. Je moet een manier verzinnen om meer geld te verdienen, zodat je de onderwijzers meer kan betalen, maar ook zodat je die klassen beter kan voorzien van de nodige middelen. Dat er nog klaslokalen zijn met oedeloso aan dat bord is aan dat is niet meer van deze tijd. En niemand wil dat. Maar im abba monifing. En waar gaan we dat geld vandaan halen? Kijk, we weten allemaal dat we waarschijnlijk, en hopelijk, ik hoop het ook, dat we heel veel geld zullen verdienen uit de ontwikkeling van de offshore olieindustrie. Maar het is niet zeker als dat geld op tijd komt.
Ik denk dat de huidige president ook gedacht had dat hij al wat oliedollars zou kunnen cashen. Maar niks, nee, Yagi. De final investment decision is uitgesteld. En je en ziet, ik denk dat het weer zal worden uitgesteld. You never know. Het kan. Toch? En we kunnen dus niet nu gaan rekenen op geld waarvan je weet van wacht even. Het gaat niet zo 1, 2, 3 tak ammonie komen. Dus wij stellen voor van laten we niet rekenen op die oliedollars. We houden er rekening mee, maar het is niet zo dat we gaan plannen erop. We moeten los van de olieinkomsten die we kunnen krijgen, moeten we andere dingen gaan doen. En jullie kennen die kurk van Suriname. Goud, aardolie. Wij willen er een derde component aan toevoegen van dat formaat. En dat is de internationale dienstverlening. En wat is de internationale dienstverlening? Met een simpel voorbeeld wat wij nu al kennen in die samenleving, wil ik de aandacht van jou en de luisteraars vragen voor die callcenters. We hebben een aantal callcenters in het land en ze groeien gigantisch. Het gaat abnormaal hard hoe deze bedrijven, waar Sranamangs werken, met name jongeren, werk vinden. Dat is extreem bijna, de manier waarop dat eraan toe gaat. En wij van de Palu zeggen van wacht even, je merkt in die samenleving dat die jonge bevolking die we hebben, ze streven niet naar een plek in de landbouw zozeer. Er zijn wel een aantal, want je hebt de universiteit die opleiding heeft. En je hebt mensen die, weet je, dat gezin, die houdt de zaak draaiende en gelukkig maar. Maar je merkt dat we switchen, dat we andere dingen willen doen. En de manier waarop wij performen in de dienstverlening die we nu hebben, in die callcenters en al die andere zaken, dan zie je dat we het heel goed doen. Toch dat we wel degelijk in staat zijn om gedisciplineerd te werken. If je kisamonifing. Toch? Want die mensen van die callcenters moeten om 3 uur 's nachts opstaan. Of sommigen moeten om 3 uur 's nachts beginnen met werken. En dat doe je alleen. Zo vroeg sta je alleen op als je er goed voor betaald wordt. En wij zeggen niet van, hey, laten we die callcenters uitbreiden alleen. Wij zeggen, we moeten naar het breder plaatje kijken. We moeten kijken naar onze positie in de regio. En wat er mogelijk op ons afkomt. En als wij als de regering beleid maken, waarbij wij meer faciliteiten creëren voor internationale dienstverlening. En bij internationale dienstverlening, je moet denken aan finance, ICT, allerlei diensten die je kan organiseren, die je kan leveren vanuit Suriname. En via de online faciliteiten kan je die diensten leveren aan het buitenland en je krijgt er valuta voor betaald. Het is niks nieuws. Maar het is geen aandachtsgebied van het beleid. En de PALU stelt voor dat wij deze internationale dienstverlening tot een prioriteit gaan maken. Tot een derde deel van die kurk waar we nu op drijven. Dit deel van die kurk, toch, is een duurzame kurk. Want er gaat voor altijd gaat er dienstverlening nodig zijn. Goud gaat een keertje op en we kunnen niet dat hele land gaan ommijnen of go toe. We moeten beperkt bezig zijn, toch? Maar olie gaat ook een keer op. Dienstverlening gaat nooit op. En wij moeten nu gebruik maken van de mogelijkheid om die dienstverlening op poten te zetten. Ik kan een verhaal vertellen. Ik was gisteren in de training van Gisradang. Je kent het wel, toch? Van Boksteen en Ramota Singh. Van Ramota Singh en Boksteen. En ze zijn daar inderdaad nieuwe beleidsmakers aan het trainen. En vanuit de Palu zit ik daar met nog andere collega. En gisteren hadden wij in de klas Jimmy Boussait, de oud-directeur van de Hagrim Bank. En hij is adviseur van de regering. Ik weet niet, ik las iets dat hij niet meer bij de centrale bank is. Yes, bedankt. Ja. Maar die meneer kwam daar en die had dus ook een presentatie. En ik was er heel erg blij mee, omdat hij in zijn volledige presentatie dit voorstel van de PALU heeft onderstreept. Hij heeft niet gezegd dat PALU-idee is goed. Hij heeft uit zichzelf verteld over deze nieuwe potentiële opportunity voor Suriname. En callcenters. Ja, hij heeft het inderdaad op callcenters gericht, zeg maar.
En dan met name op de Nederlandse markt. Want hij zegt van ja, we spreken dezelfde taal. Buiten Nederland spreken we het beste Nederlands van die andere Nederlandstalige landen. En het tijdsverschil zit in ons voordeel. Toch? Want we kunnen de diensten hier opstarten. Noem maar op, een heleboel dingen heeft hij aangehaald. De zaal was gelukkig bijzonder onder de indruk. En ik was ook blij dat een buitenstaander, iemand die geen weet af heeft, we hebben dit concept niet met meneer Boussaid besproken. Meneer Boussaid is geen Palu, nog niet. Dus dit was gewoon een mooie aanvulling en bevestiging op de zienswijze van de partij. Om de visie die we hebben op make money in Suriname, dat we die visie moeten verbreden. En dat de potentie voor die sector, die is al bewezen. En nu zijn er grote financiële deskundigen die dat dus ook beamen. Wij gaan een stukje verder dan meneer Boussaid. Wij zeggen, kijk, we kunnen inderdaad dienstverlening naar Nederland doen. Hij gaf een voorbeeld van dat als wij 10% van de behoeften van Nederland in deze sector zouden kunnen overnemen, dan praten we over 20.000 werkplekken in Suriname. Maar onze jongeren, de kinderen die nu op de lagere school zitten, het begint erop te lijken alsof ze beter Engels praten dan Nederlands. Begint erop te lijken. Snap je? Is gewoon zo. Dus we moeten ons niet blind staren op Nederland. We moeten breder kijken. We moeten van de mogelijkheid gebruik maken om ook de CARICOM ten dienste te zijn. Om ook andere delen in de wereld ten dienste te zijn. Omdat wij meerdere talen machtig zijn. En onze nieuwere generaties, jongere generaties, zullen vloeiend Engels kunnen spreken. En zullen niet beperkt zijn tot het Nederlandse. Die kans moeten wij nu in orde maken. Denk eraan in dat lange termijn plan. Zodat die nieuwe generatie in deze sector ook kan bloeien. Zodat ze niet pina bij de overheid hoeven te gaan zitten of allerlei dingen doen. Die, weet je, een soort hosselibi dat je boet doet. Laten de jongeren gewoon een toffe opleiding kiezen. En laten we werkgelegenheid voor ze garanderen in Suriname. Zonder of den pina. We gaan zelfs een stap verder als het gaat om deze internationale dienstverlening. Wij zeggen, we moeten niet alleen callcenters maken. We moeten meer creëren, toch? Want het is die grote kurk. Dus meer mensen moeten in die internationale dienstverlening kunnen werken. En daarvoor stellen we voor om als derde radicale gebied voor radicale verandering, stellen we voor om een paar zaken in ons land opnieuw in te richten. We stellen voor om in Suriname, voor de kust van Suriname, een diepzeehaven te maken. En een diepzeehaven is een overstapplaats, zeg maar, voor de zeevracht. Toch? Er komen gigantische schepen uit Azië, uit Europa. En die passen niet door het Panama-kanaal. We kunnen ze een plekje geven voor de kust van Zuid-Amerika, waar ze hun containers kunnen opslaan. En dan komen er kleinere schepen die het naar de regio brengen, die het door het Panama-kanaal brengen, die het naar Amerika brengen, die het naar Zuid-Amerika brengen. Het klinkt misschien als een droom, maar we moeten goed kijken naar hoe de wereldkaart eruit ziet. Suriname ligt aan de top van aan de noordkust van Zuid-Amerika, bijna op die hoek. Brazilië zit eigenlijk op die hoek, maar wij zitten net om de bocht. We zitten als eerste, als je vanuit Brazilië kijkt, richting Amerika, zijn we het eerste land dat je voorbij zou moeten varen. We kijken, laten Frans Guyana even buiten beschouwing. We zijn het eerste onafhankelijke land dat zelfs zijn toekomst mag bepalen, waar je langs vaart om naar de CARICOM en die andere regio te gaan. Dus die positie op aarde, dat kan niemand van ons afpakken. We gaan ons land niet kunnen verhuizen. Strategisch goed. Nagado Junu. We hebben het niet gemaakt. God heeft ons op deze plek gebracht. En wij moeten deze plek op aarde benutten. En dit knooppunt voor de zeevaartroutes, maar dat kan mensen niet. Dat is iets wat wij moeten benutten. Precies. Dit idee, was dat ook niet bij Boudersen 1? Dat zeg ik net. Het is niet dat we totaal nieuwe dingen voorstellen. Dit idee is een Palu-idee van sinds de jaren 70.
Maar weet je hoeveel alleen, mensen... Alleen zeggen wij nu dat we het tot prioriteit moeten maken. Nee. En mensen denken dan van, ja, maar wat gaan die mensen voor ons posten dan? Dat we zo'n grote haven voor de kust moeten hebben. En het gaat niet om wat wij moeten posten, wat ze voor ons posten. Het gaat erom dat wij een faciliteit maken voor de wereld. Voor onze kust, omdat dat onze positie is op aarde. En dus Aladema Sambella voor toen in 2010 van dromers en weet ik veel, die hadden het blijkbaar niet, toen echt begrepen. Ik denk dat er te klein werd gekeken naar de ontwikkeling. En weet je, Guyana zou ons bijna voor zijn met dit idee. Mm. Er was een tijdje sprake, toen die Guyana ook dus met die olie aan de gang ging, met het geld aan de gang ging, dat ze met Dubai bezig waren om een diepzeehaven voor de kust te maken. Minusap Samsa, maar volgens mij is dat plan nog, is het in de koelkast of het is niet doorgegaan. Maar Guyana is net weer wat verder dan Suriname, dus... Maar als Guyana eenmaal een diepzeehaven heeft, dan hoeven wij niet nog één ernaast te gaan bouwen, toch? Dan heb je die positie kwijt. Want dan loop je achter in die ontwikkeling. Dus dit is een opportunity die we niet aan ons voorbij mogen laten gaan. En dat geld, periodica moni fumekahi a zeehaven, dit zijn van dit type projecten waar de hele wereld profijt van heeft, zijn projecten waar je met gemak investeerders voor kan vinden. Hoe zit het met vaderlandsliefde? Ten aanzien van? Zou je dat niet ook daaraan moeten gaan sleutelen? Aan een diepzeehaven? Nee. Je hebt drie punten opgezomd, toch? Ja. Ik denk gewoon even hardop na. Hoor. Ik bedoel, dat zou je toch ook moeten rammen in mensen? Jawel. Je moet een heleboel dingen rammen. We moeten zou je toch daarmee ook moeten beginnen? We moeten een totale mindshift maken in die samenleving. Vaderlandsliefde is er een van. Omgaan met ons milieu. Dat we nog steeds gewoon boodschappentasjes met bakjes uit auto's gooien. Dat zijn dingen die je nog dagelijks ziet. Dat we bijvoorbeeld geen richting geven op rotondes. Het zijn gedragsdingetjes in ons gedrag die dat leven in Suriname en met elkaar, het maakt het niet erg prettig. Toch? Het stoort ons. Mensen worden bozer om, mensen krijgen ruzie over dit soort zaken. Dus als het gaat om gedragsverandering, dat is iets wat buiten kijf staat. En op een heleboel gebieden. Denk ook aan hoe het coachen van gezinnen in armoede. Toch, je moet zo'n gezin gaan versterken. Je moet dat, en niet helpen met geld. Met maatschappelijke zorg aan de hand houden om te leren budgetteren. Om te leren om te gaan met de minimale middelen. Dus gedragsverandering en vaderlandsliefde, dat zijn absoluut. Maar die drie punten die ik aangeef, gaan om radicale vernieuwingen. En die radicale vernieuwingen, daarbij is het de bedoeling dat wij grote dingen veranderen. Dus dat land herinrichten, een diepzeehaven bouwen. Om diezelfde reden van die ik net aangaf over dat wij op dat punt in Zuid-Amerika zitten. Om diezelfde reden moeten wij gaan onderzoeken hoe wij hier van Suriname een luchtvaarthub maken. Een luchtvaarthub wil niet zeggen dat we de toerisme sector meteen booming gaan maken. Het is net als die haven, het is een overstapplaats voor mensen die verder Zuid-Amerika in willen. Voor mensen die verder de CARICOM en Amerika willen opvliegen. Die twee zaken als het gaat om de fysieke inrichting van ons land. De dienstverlenende sector, die tweede radicale vernieuwing, daar gaan ze werk vinden. Dus daar hoeven we niet te wachten totdat Holland gaat slapen of Holland wakker wordt. De dienstverlening die wij moeten organiseren en die wij moeten leveren om de luchtvaarthub Suriname tot een succes te maken, of om de diepzeehaven Suriname tot een succes te maken, die dienstverlening moeten we hier gaan organiseren. En het zijn ideeën die in dat lange termijn plan moeten, maar in ons onderwijs, in onze planning, in ons systeem van ons rechtssysteem, toch, want er komen een heleboel andere dingen bij, dat moeten we nu beginnen te organiseren. Zodat we het over 15, 20 jaar af hebben en dat we dat doel bereikt hebben. Het komt op ons af, andere smaken zijn er niet. Dus allemaal zijn lafo, geloof me, over een paar jaar zullen we wel begrijpen wat allemaal hier gezegd wordt of is. Nee, maar je lafo, laat me een paar, niet dat ik iets gelezen heb. Cliff, ik lees een paar hoor, dan moeten we afsluiten. Yes. Toos beschrijft het correct. De samenleving wordt tot apathie gemapt, zowel door regeringshandelen als door economische en maatschappelijke gevolgen. Hierdoor heeft het volk niet door dat ze een betere behandeling verdienen. We hebben recht op een beter bestaan.
En het is voor de komende verkiezingen de uitdaging aan de politieke partij om het volk een oprechte visie voor te houden van wat dit beter bestaan is. En op welke wijze we dit kunnen bereiken voor welvaart en welzijn voor ons allen. En deze jonge man is een mooi voorbeeld van oprecht streven naar het beter bestaan voor het hele volk. Succes! Die is een beetje snel hoor. Goedemiddag, elke partij komt vertellen dat er een mindshift zal plaatsvinden onder de kiezers. En daardoor zij regeermacht gaan verkrijgen. Vraag, hebben de wetenschappelijke bureaus van de partijen iets info hoeveel procent van de 400.000 kiezers rationeel zullen stemmen? 2, zal het percentage kiezers per se naar die partij gaan zoals Spalu, DA 91, Doe A 20? Of zal het versnipperd worden? Mag je aantekeningen? Daglim, als je met Toos praat, is af en toe een pauze inlassen. Een meer dan nodige verademing. Die veel te vlotte babbel doet mij gewoon Chan weer beleven. En ik ben al zo blij dat die in het zeer verre oosten zit. Het land is een beetje in de rust. Maar deze jongeman heeft, niet omdat hij hier zit hoor, veel beloven. Goedemiddag, en ieder denkt aan oil en gas, maar niemand denkt dat goud, men moet al de goudconcessies intrekken, want dat goud is van Suriname en niet van de mensen die het verwerken en niets aan de overheid terugbetalen en steeds show maken hoeveel goud ze hebben gevonden of hebben. Ik ben reeds 7 jaar, meneer. Ik ben blij dat deze man dat van de callcenters belicht. Maar ik moet meegeven dat het zeer onderbetaald is. Er zijn callcenters die €1,80 betalen per uur. Terwijl in Nederland er minimaal €14,25 wordt betaald. Suriname is een van de goedkope krachten voor deze branche. Daarom stijgen de callcenters als paddenstoelen. Er moet een beter beleid komen. Ik ben reeds 7 jaar in deze branche en het is onderbetaald. Geloof me. Palu heeft gelijk. Lim, Kapalani Nangawa Ede Ego Singinga, Tap NPS. Goedemiddag. Het is duidelijk waarom onder andere een van de doelen van de VAP was om prominenten van de Palu mee te slepen in de december gebeurtenissen. De samenwerking tussen NDP en Palu moest kapotgeslagen worden. Planbureau moest kapot, etc. Palu heeft gelijk. De diepzeehaven is een plan van meer dan 20 jaar geleden. Voor luchttransport geldt hetzelfde. Brazilië heeft geen landingsrechten in de Verenigde Staten. SLM wel, dus we zouden met 2 Braziliaanse maatschappijen kunnen dealen. Weet je wat ermee denk je? Vreselijk een vrouw is vanmiddag in haar borststreek geschoten. Ja, het gaat om die arts waar ik het over had, toch? Een arts is in haar borststreek geraakt en zij is overleden. En het is toevallig ook een arts van de RGD Polite Latour Imran. Ik had het bericht eerder niet willen lezen, want anders zou men ervan uitgaan dat het de arts is die de mensen van nieuws behandeld heeft. Het is verschrikkelijk wat er gebeurt. RGD-arts is bij roofoverval vandaag beschoten in een uitschot in de borststreek. Ze is overvallen door rovers bij thuisaankomst. Oh, sorry. Ze ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Sorry, ik zeg overleden. Want ze verontschuldigingen daarvoor. Hè? Kritieke toestand. Dan gaan we even door, meneer Limburg. Dat is een grapje, natuurlijk. Via jou, welke politieke partijen of politieke partij weet nu hoeveel de buitenlandse schuld is tot nu toe? Want dat is erg belangrijk. Lim, mijn hoofd met deze mannen van Palu hoor. Ze willen regeren. Ze kunnen niet eens in hun tongen praten. Oma en opa verstaat hem nu niet met zijn hoog Nederlands.
Als je wil regeren, moet je zo een gesprek gewoon vrezen aan tongen praten. Daar begint het. We hebben geen professoren nodig, want die zijn niet te vertrouwen. Zegt Gerald. Nou, ik kan goed zijn aan tongen, hoor. Van mij is wie een tak zijn aan tongen. Ja, je zegt verschrikkelijk. Imran. Niet alleen de minister van Volksgezondheid kent en neemt zijn verantwoordelijkheid niet, maar ook de president en anderen in de regering. Ondanks allerlei toestanden binnen de gezondheidszorg, vooral het wegtrekken van onze gezondheidswerkers op alle niveaus, ziet deze regering niet wat prioriteiten moeten zijn. Gewoon omdat ze hun eigen agenda hebben en hoe dan ook willen en zullen afwerken. Ook al is het in het belang van slechts een kleine groep mensen die het niet het moeilijkst hebben in het dagelijks leven. Surinamers, laten we eindelijk een keer afrekenen met vernietigers van het land. En als het gaat om vaderlandsliefde, is het bij de huidige regering totaal zoek. Vandaar de vele uitspattingen, blunders en allerhande wantoestanden. Er is een app van, hoe heet je, andere jonge man die hier vaker is. Emmanuel. Waar is het stuk? Waar kunnen we het downloaden? En wanneer komt de PALU met een te publiceren langtermijn ontwikkelingsplan voor Suriname, gebaseerd op de ideologie van de partij? Er is een picture, ja. De drie ministers van Bibes, van Volksgezondheid en van OE zijn zo perfect dat ze alleen opzettelijke passieve medeplichtigheid kan worden aangewreven in alle zaken die mislopen op de door dit volk aan hun te vertrouwen en toegewezen ministeries voor de duur van 5 jaar. We zijn slechts degene die de soevereine wil van het volk dienen uit te voeren. Hoe recht of krom die ook is, ze dienen de wil van het volk uit te voeren, punt uit. En als die wil ze tegen de borst stuit, om welke reden ook, dan bestaat er ook zoiets als de eer aan jezelf houden. Iets wat schijnbaar onbekend is. Limit personeel van academisch ziekenhuis is alweer gedwongen tot werkneerlegging vanaf vandaag. Chaos ook daar. Goedemiddag, meneer Cliff. Zou u ook kunnen praten over het regedrag van de politie? Oké. Okay. De PALU heeft goede ideeën. Net als de NDP. Maar zolang wij nog partijen hebben als VAP, PL, ABOP en NPS zal het niet lukken. Die partijen hebben geen visie en zullen grapjes maken over zulke plannen, zoals ze eerder gedaan hebben. Nee, Sibrano, ik ben je niet vergeten. Ik ga zometeen ook je oproep laten horen. U weet, er is morgen een loop georganiseerd door Sibrano. Ik vraag aan Raoul om dat filmpje van me klaar te zetten. Goedemiddag, ik doe een beroep op u via de politie dat de grote truck die volgeladen zijn bij de file vanaf Paranam richting stad, dat ze niet moeten inhalen. Ik reed tegenover richting naar Paranam en ik ontsnapte een gruwelijke frontale botsing. Oké, okay, Imran, heb je dingen gehoord waarvan je zegt, Limbo, hoe lang bestaat de PALU al? Is toch ook een Oeroe-partij? De PALU is in de jaren 70 opgericht. Ja, iemand zegt mooie plannen. Maar aan de andere kant moet je plannen maken. Anders weet je niet waar je naartoe gaat. Toch? Ik praat niet namens jullie. Maar plannen maken is normaal. Oké, okay? Eigen leven maak je plannen, toch? Ja, en ik denk dat zeker als het gaat om de politiek. Na zo'n Lucas aan, toch? Even een partij nog kan tegen zou ook doen. Dat heb je stem. Ja. Zijn er verandering, zei Wani. Een stem, zei Abi. 1 keer in de 5 jaar. Mm-hmm. En van partij, normaal leg je uit, Sado doe. Dat volgens mij in een stem op zo'n partij. En het probleem zou Abi, dat ik om een jaar ik ben. Ik kan niet om die man te bewijzen. Ik kan verstaan, dat ik niet naar bewijzen. Maar ik van vind dat ik niet verstaan. Dat ik benader aan mijn toch probleem. Om een jaar ba, alle soort partijen het je verkiezingsprogramma kon. Dat is maar weer, de manier doet moeite niet eens voor deze programma. Maar na PALU, of in dat, te weet ik wat belofte, dat
a belofte moest de helder. Dat maakt een programma aan 20 pagina's. Het is een kort document na 7 pagina's en de nos pang niet eens. Dus mijn broeder Scheik, we hebben dat als primeur gelaten, want Limbo lobby primeur. Alleen vandaag is hij afgeleid en er gebeurt natuurlijk een heleboel dingen in het land, waardoor hij niet zo scherp is op de primeurtjes. Maar vanuit deze plaats kan ik de samenleving uitnodigen om de Facebookpagina van de PALU te bezoeken. Dat concept waar ik het over heb, het PALU-concept, is tijdens deze aflevering van Bakkanatori op de Facebookpagina geplaatst. En daar heeft de totale samenleving, of eigenlijk de totale Surinaamse gemeenschap, ook de mensen buiten de grenzen van Suriname, dus maar Abakans voor Lisa, een concept dat die. En de PALU stelt zich open voor feedback uit die gemeenschap. Omdat wij vinden dat het uiteindelijk plan waarmee wij aan de regeertafel willen zitten, aan de onderhandelingstafel willen zitten, een plan dat moest aba backing van volk. Het volk moest bij mij inbrengen in een plan, zodat de voorstel de niet precies tapa beleid zou worden. En dat we eindelijk een keer vooruit gaan kunnen hebben die aansluit bij wat we willen en die ons als samenleving verheft. Er was een opmerking. Oh ja, dat die callcenters onderbetaald worden. Kijk, het is niet zo, we hebben ook een keer goudmijnen binnengehaald, toch? Er zijn Sranama's, Rivgo, Diki, Goto. En dan heeft de overheid de taak, met de wet in de hand, voor Luka sector. Fuluku heeft een verdeling de correct. Fuluku heeft dus maar werkomstandigheden de correct. Maar het probleem zou abitak lanti no maluku de egi ambtenaar. Lanti no maluku de egi rokomang. Dus de aandacht voor andere private sectoren is bijzonder slecht. Dus als er sector of bedrijven zijn waar personeel onderbetaald wordt, dan moet daar actie ondernomen worden en dan moet dat personeel aan de bel trekken. Ik denk dat wij als arbeiders in dit land, werknemers in dit land, dat wij ons beter moeten bundelen. En niet bundelen voor de gezelligheid om af en toe een soort vuif te hebben of zo. Of af en toe een uitje buiten de stad. Maar bundelen zodat er gesproken kan worden met de werkgever. Zodat er een constante dialoog is met de werkgever. En niet een verhouding.
maandloon van een callcenter medewerker is ongeveer 10.500. Dat is het salaris van een leerkracht op een middelbare school. Kijk, we moeten als we nieuwe sectoren gaan ontwikkelen, zoals deze, internationale dienstverlening, dan moeten we ook onze eigen zaak in de gaten houden. Want de mensen in de callcenters verdienen, tenminste die callcenters die wel goed betalen hoor, ik heb het niet over de slechte voorbeelden, die mensen verdienen meer dan de gemiddelde Surinamer. En soms veel meer dan de gemiddelde Surinamer. En we moeten in de gaten houden dat onze economie en de verhoudingen als het gaat om lonen in Suriname, dat niet helemaal scheef getrokken wordt, waardoor Suriname plotseling ook oninteressant wordt om in te investeren. Dus we moeten dat ding wel begeleiden en vandaar dat we scherpte moeten hebben in de beleidsgebieden die we willen aanpakken en zeker als het gaat om de economie. Gewoon hier en daar in de wilde weg leuke dingen proberen te doen, dat gaat niet werken. Oké, Limburg, goedemiddag. Ik lees dat de president van een koude kermis komt met betrekking tot de hersenschudding met China. Deze regering vergeet dat de buitenlandse presidenten en media, ja, die zin loopt niet, dus ik ga me forceren, ik begrijp het niet. Is er geluid, jongens? Bij bepaalde bedrijven kunt u niet opkomen. Kunt u niet opkomen voor je loon, anders wordt je contract niet verlengd. We moeten opbreken, laat me even kijken hoor. Ik ben blij dat Imran dit van de callcenter heeft aangehaald. Het ministerie van Arbeid moet een kijkje gaan nemen wat er allemaal daar gebeurt. Ze nemen aan dat Suriname een derde wereldland is, dus vandaar dat de lonen erg laag zijn. Minister McAndrew, er is veel werk aan de winkel voor u. Onze jonge Surinamers worden onderbetaald, of zijn onderbetaald. Mijn kleinzoon werkt ook bij zo'n bedrijf, want het zijn buitenlandse bedrijven. Ik hoor het niet hoor, want net wat je zegt, ik heb altijd begrepen dat mijn paai boom. Ja, dus het verbaast me ook. Een paar mensen dat ze... Ja. Kijk, er zullen natuurlijk, we kennen misschien de grote merken. En die zullen zich misschien wel, die zullen wel goed betalen. Maar in principe, bijna kan je zeggen dat iedereen een callcenter kan opzetten. Toch? Want het gaat niet erom dat je speciaal Albert Heijn of de Nederlandse spoorwegen moet bedienen. Je hebt ook kleine bedrijfjes die niet zo'n grote partner nodig hebben in Suriname. En als je bij zo'n klein bedrijf zit en je wordt onderbetaald, is ook een callcenter en er moet absoluut naar gekeken worden. Niemand mag benadeeld worden door nieuwe ontwikkelingen die we initiëren in dat land. Ja, ja. Imran, we gaan eruit. Ik vind dat jullie gewoon door moeten houden. Trouwens, jullie hebben ook geen andere keus. Ja. Doorplannen. Nee, dus we hebben ons huiswerk gemaakt, denk ik. En we bieden dit aan de samenleving aan om samen te kijken naar hoe we de details om de toekomstige planning moeten aanpakken. Hoe kom je op de website? www.palu.sr. En de Facebookpagina is ook van de Palu. Dus ik nodig iedereen uit om dit stuk door te nemen. Het is heel simpel geschreven. Maak ook korte filmpjes of korte spraakberichten. Eerlijk, als je niet bij de Palu zit, adviseer van de Palu. Ik voel dat je aangetrokken voelt door de ideeën van de Palu. En dat is goed. Kijk, wij doen het stap voor stap. Dus we hebben nu dat document gedeeld. Toch, dus nu is de inhoud daar en dan gaat die uitleg ervan gaat in allerlei producties komen en dat komt in de fase hierna. Ja, dus we moeten de toekomst van dit land, eigenlijk zijn we verplicht, dat komt er in elkaar aan zo, hè? Ja. We moeten de toekomst van het land veiligstellen. Ja. Ja, ja. Alles wat in ons ligt moeten we... Alles wat misgaat in ons land is door gebrek aan planning. Alles. En als we dat niet een keer serieus aanpakken op een correcte manier, dan hoeven we geen hoop te hebben voor de toekomst, want dan is dit het beste wat we zullen hebben waarschijnlijk. Goed, dankjewel. Imran Tous van de Palu. Thank you.